Ik ben een jongen. Ik wil niet zeggen gewoon een jongen, want ik ben een jongen. Dat gaat alweer fout, maar ik ben een jongen. Gewoon een jongen. Ik ben een meisje. Een jongen. Ja, echt jongen. Ik ben non-binair en biseksueel. En wat houdt het dan in? Ik val op beide mannen en vrouwen. Eigenlijk twee geslachten en meer. En non-binair is dat ik geen meisje en geen jongen ben. Voor mij maakt het verder niet zoveel uit of mensen mij als een jongen of een meisje zien. Ja, ik denk dat het goede antwoord is. En hoe voelt het voor jou? Prima. B-team, het is vandaag Roze Woensdag! Hey! Hebben we er zin in? Ja! Ik vind het belangrijk dat het geen taboe meer wordt. En dat je gewoon kan zijn wie je bent. En dat, dat het niet tegen je wordt gebruikt. Gebeurt dat nog wel eens? Ja, vaak genoeg. Kan jij jezelf zijn? Ik kan redelijk mezelf zijn, maar bijvoorbeeld op omgevingen zoals mijn school niet. Omdat ik zelf ook lesbisch ben en vroeger werd daar heel veel tegen gediscrimineerd. En nu nog steeds voor mensen die bijvoorbeeld transgender zijn, is het gewoon een stuk moeilijker. Wordt nog steeds gediscrimineerd op werk, op scholen, vooral ook bij kerken en zo. En ik vind dat dat moet stoppen. Wel belangrijk dat er aandacht aan wordt geschonken. En ja, dat mensen er ook echt zich echt kunnen uiten. Je kan altijd zijn wie je wilt zijn. Maar dan nu dat iedereen een beetje in het zonnetje wordt gezet die dat wilt. Iedereen is een beetje bang om te zijn wie ze wilt zijn, tenminste veel mensen. En dan als zo'n dag er is, dan weet je, zie je iedereen het roze, iedereen, oh, iedereen is het wel mee eens. En dan ben je misschien minder bang om uit de kast te komen of die dingetjes. Sommige kinderen zijn ook al homoseksueel of ander, of van allemaal anderen. En dan is het ook fijn dat hun ook kunnen laten zien wat hun willen zijn. En niet dat het alleen maar voor volwassenen is. Kinderen veel opener zijn over dit onderwerp dan volwassenen. Want kinderen, als ik je het vertel, dan zeggen ze van, oh, oké, okay, dan gaan ze weer verder met spelen of zo. En volwassenen hebben vaak heel veel vragen van, weet je wel zeker? En hoe lang weet je het al? En dan wordt constant aan mij getwijfeld. Dan heb ik het idee dat het soms getwijfeld wordt aan mij, terwijl dat door kinderen niet gedaan wordt. Is het wel een onderwerp voor kinderen? Ja, zeker. Want zij mogen ook gewoon zijn hoe ze willen zijn en hoe ze zich voelen. Ik vind het wel belangrijk, want het laat toch wel zien dat iedereen, zeg maar, de community van mensen die anders zijn, op mannen vallen, op vrouwen vallen, noem maar op. Ja, dat het toch wel gesteund wordt door iedereen. Ik denk juist voor kinderen, want als je het als kinderen al uit de kast kan komen, dan heb je natuurlijk veel langer de leukste tijd van je leven, omdat je ze gewoon, stel je bent een jongen en je wilt als meisje verder. En als je dat pas doet als je volwassen bent, dan heb je zeg maar al heel lang gezeten met het in het lichaam waar je niet wil zitten. En als je dat als kind al doet, dan ben je er al gelijk klaar mee. Heb je maar een paar jaar dat gehad. Is zo'n dag als vandaag dan belangrijk? Ik vind van wel. Je krijgt meer aandacht, waardoor je ook meer naar de problemen kunt kijken. Waardoor je ook meer naar oplossingen kunt kijken. Waardoor het meer verholpen kunt worden.